Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef onze schulden zoals wij ook vergeven de schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Beste aanwezigen en voormalig schoolgenoten, fijn dat jullie hier met zoveel aanwezig zijn. En natuurlijk ben ik dan ook blij dat jullie met zoveel gehoor hebben gegeven aan onze oproep. En ik ben er vrij zeker van dat jullie, toen jullie de uitnodiging ontvingen, een heel warm gevoel van binnen kregen. En dat dat warme gevoel nog lang bij jullie zal zijn. Samen hebben jullie onder mijn begeleiding de middelbare school succesvol afgerond. En ondertussen zijn jullie wegen gescheiden. Gelukkig leidt God ons op al onze wegen. 2 jaren die zijn voorbij gevlogen. En voordat je het beseft, zijn belevenissen en gebeurtenissen herinneringen geworden. Als eerste voorbeeld onze schoolreis naar Vaticaanstad. 5 prachtige dagen. Lieve en Merel, die misten bijna de bus door hun grote bewondering voor het paleis van de Cancelleria. Maar gelukkig brachten 2 jonge mannen hen net op tijd terug voor het vertrek. Ook alle schoolfeesten waren een groot succes, vaak georganiseerd door de onafscheidelijke vriendinnen Anne en Sophie. Beide erg sociaal ingesteld. Helaas kwam er een eind aan hun vriendschap, maar het is aannemelijk dat dit door de verschillende vervolgopleidingen komt, of wel door de verschillende interesses. Ik ben alleen thuis, dus... Oh, cool. Waar zijn je ouders heen? Naar Maastricht. En hoe lang blijven ze weg? Een paar dagen. Oké, nice. Ja joh, doe alsof je thuis bent. Papa heeft liever niet dat je... Weet wel niet hoe lekker deze fles is. Weet wel niet hoe duur die fles is. Dus, wat staat er op de planning voor vanavond? Wil je ook een slokje? Of kun je daar niet tegen? Meer hebben we niet, dus het hoeft niet op. Ik ga alleen even Idols afkijken. It's a shame to let it go, when we both know it's right. It's a shame to let this be, and not a wasted night. A step right up. Hoi. Sophie heeft me uitgenodigd. Natuurlijk, kom binnen. Leuk huisje. Kan ik hier de jas ophalen? Thank you.
Neem plaats. Ik ben even naar boven. Hey Jacob, wat leuk dat je gekomen bent. Gezellig. Ja. Wacht, ik zet even een muziekje op. Wil je ook een slokje? Anna, doe je ook mee? Nee. Maar misschien straks. Gekke pillen van je. Bel een ambulance, we moeten iets doen. Ja, en dan? Dan zijn we zeker de lul. Niet opnemen. Hoezo? Dadelijk zijn het je ouders, gaan ze moeilijke vragen stellen. Kunnen we niet zeggen dat het een ongeluk was? Ja, daar komen ze toch achter? Als ze die drugs vinden in zijn bloed, dan draaien wij hier voor de bak in. Snap je dat wel? Hoi man. Ja, goed hoor. Nee, ik zit lekker idols te kijken. Hoe is het daar? Ja, klinkt goed. Maar de reclame is weer afgelopen, dus ik ga weer hangen. Dag man, dag. Denk je dat hij dood is? Sophie, wat doe je met die spullen? Wat ben je van plan? Dit is de beste manier. Zo komen ze er nooit achter. Ben je gek geworden? Sophie, leg dat mes weg. Er is een andere manier. Denk na, Sophie. Dit wil je zelf ook niet. Waar zijn jullie mee bezig? Het is niet wat het lijkt. Het is niet wat het lijkt. Jullie zijn gek. Ook wil ik nog herinneren aan Isaac. Hij mocht een jaar overdoen.
En binnen zijn nieuwe klas is hij toen heel goed opgevangen. Al snel vond hij genoeg aandacht bij de vrouwen en begon hij een keurige relatie met Julia. Tegen de verwachting in bleven zij helaas niet bij elkaar. Wat zeg je? Wat er is. Niks. Ben je nou nog steeds bezig met dat gedoe? Je bent hier al 2 maanden mee bezig. Het is tijd om een beslissing te maken. Ja. Het is toch niet zoals kiezen tussen 2 zakken chips? Nee, maar daar deed je vorige week ook 1.5 uur over. Ja, en die heb ik gewoon allebei gepakt. Daar deed niemand moeilijk over. Ik heb hier gewoon iets meer tijd voor nodig. Zo stel je de beslissing alleen maar uit. Beter nu dan morgen en liever nog gisteren. Moet maar eens gaan. Ik probeer je alleen maar te helpen.
Julia! Vies mannetje! Je hebt haar zwanger gemaakt, hè? Godverdorie. Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk! Ben je wel gek geworden? Als ik jou nog één keer in de buurt van haar zie, jongen, dat is met jou gedaan. Oh ja, het kind is dood. Zak? En dan hebben we nog Rebecca, de steunpilaar van de klas. Terwijl bij andere vijanden soms reuzen leken, stond Rebecca altijd klaar om iedereen met een schouder en een positieve wending te helpen hieraan het hoofd te bieden. Dit zagen we vooral terug bij haar goede vriendin Eva. Hey Tim. Vandaag bood ze me drinken aan. Melk. Ik ben meteen omgedraaid en weggelopen. Ja toch, ik ga toch geen drinken van haar aannemen? Misschien was het gewoon lief bedoeld. Ga je haar nu een beetje lopen verdedigen? Nee. Oké, dan is goed. Ik snap er echt helemaal niks van. Hoezo niet? Op het schoolfeest, we waren zo into each other. Hij had zelfs een drankje voor me gehaald, hè? En toen stonden we gisterenmiddag bij de bushalte en had totaal geen aandacht voor me. Ach, wat moet je met zo'n jongetje? Het is een idiote slungel
die met van alles bezig is behalve jou. Ik weet zeker, als hij zo doorgaat, slaapt hij de rest van zijn leven alleen hoor. Hij is best aantrekkelijk. Hij is schattig als hij zijn hond uitlaat, toch? Schat, die verrotte hond van hem, die komt altijd op de eerste plaats. Als hij thuis komt van school, dan gaat hij sowieso als eerste zijn hond uitlaten. Ho is Eva. Dat is de reden dat wij hier... Jij stalker. Snel, zeg iets grappigs. Wat? Kom op, grijp je kans. Ga erheen, hup. Ik weet niet. Jawel, hup. Oké. Ja, kom, hup. Hey Tim. Hey. Oh, hey. Jij ook hier? Ja. Ja. Hey. Eva. Oh, Rebek, jij bent het. Wiskunde, hoezo? Ik ben eigenlijk even bezig. Dit moet echt even afgemaakt. Zo, ik dacht ik vrolijk je even op. Oh, en wat doe je met een hond? Is dat de hond van Tim? Ja, vet hè? Vet? Wat moet je met dat beest? Je bent gestoord. Dat is jouw hond niet, hè? Ik doe dit voor jou, hoor. Als jij die hond hebt, dan komt die misschien wel naar je toe. Ik wou niks mee te maken hebben. Je brengt dat beest maar weg en je laat mij met rust. Hé, hey, je bent er. Ik dacht dat je het wel leuk zou vinden, dat ik een verrassing voor je had. Maar blijkbaar niet, hè? Nee, je hebt gelijk, ja. Ik vond het wel leuk, echt, maar... Waar heb je Tim's hond eigenlijk gelaten? Die Tim van jou, die is niet goed snik. Hij is alleen maar bezig met zijn hond. Hij krijgt de kans niet eens om te zien hoe leuk je eigenlijk bent. Als we die hond nou eens even... Dan ziet hij je wel staan. Wat ben jij van plan? Zorgen dat Tim en jij bij elkaar komen. Ja, ik kan natuurlijk nog heel veel anekdotes vertellen. Hè, maar ja, jullie willen natuurlijk aan elkaar heel veel anekdotes vertellen nog. Dus ik hou het kort. Hè. Ik heb het nu steeds gehad over het verleden. Maar hoe ziet de toekomst eruit?
wist ik het maar. Of liever nog, ik wil het eigenlijk helemaal niet weten. Nou, in ieder geval zullen wij, en daarmee bedoel ik het bestuur en bedoel ik mijzelf, ons ervoor inzetten om minimaal ons huidige niveau te handhaven. En we zullen het onderwijs dat wij op het Jozef College hebben ontwikkeld blijven uitdragen. En daarvoor hopelijk bijdragen tot de vorming van jonge en intelligente mensen, welke anderen in hun waarde laten. En dan tot slot wil ik nog een gebed uitspreken. Maar daarvoor wil ik alvast iedereen danken voor de aandacht en wens ik jullie nog een hele fijne samenkomst en een fijne avond toe. Dan nu het gebed. Ik zit gevangen omdat ik de Heer dien en vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Heer geroepen zijn. Wees nederig en vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht door in vrede met elkaar te leven. Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam. Wij hebben dezelfde geest. Wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen. En er is maar één Heer, één geloof en één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Maar ieder van ons genade heeft gekregen, naarmate waarin Christus die gegeven heeft. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God uw zonde heeft vergeven en wat Christus voor u deed. Amen.